Fabrikanten willen je graag doen geloven dat je best kiest voor een nieuwe stofzuiger om zo ook beter te doen voor het milieu. Wel, dat klopt eigenlijk niet. 92% van de totale milieu-impact van zo'n stofzuiger vindt plaats voor de consument er zijn tapijt mee aan het stofzuigen is. Dat is dan het ontginnen van de materialen, de productie van de stofzuiger en het transport ervan naar Europa. Al die dingen samen zorgen bijna voor de totale milieu-impact. De impact die jij als consument hebt, is dus vrij beperkt. Om goed te doen voor het milieu, gebruik je dus best je stofzuiger zo lang mogelijk. Dat doe je door een kwalitatief exemplaar te kiezen. En als het dan finaal toch stuk zou gaan, dat je het ook laat herstellen in plaats van het naar het containerpark te brengen. Testaankoop probeert fabrikanten te overtuigen om robuustere toestellen te maken. Toestellen die heel lang meegaan, want dat is het beste voor het milieu. En als ze toch kapot zouden gaan, dat ze op zijn minst makkelijk herstelbaar zijn. Dat betekent geen vastgelijmde onderdelen of van die speciale vijfjes die de reparatie bemoeilijken.